mijn super gedreven en gepassioneerde act eigenlijk, die heel veel energie heeft, uitstraalt. Gewoon een goede sound voor elkaar, goede liedjes, goede songwriting. Ik denk dat het een heel veelbelovende act gaat zijn. Hey, we zijn vandaag in de El Sombrero in Leuzel bij de High Heels Beauty and Wine 89. Yes, yes. Samen met Steve. En we doen even een akoestisch setje. Dat wordt top. We'll hit you like a freight train, baby. Uit die samenwerken, dat gaat eigenlijk super makkelijk. Maar dat komt denk ik ook omdat we best wel een intensieve periode voordat we studie in zijn gegaan hebben gewerkt aan de liedjes. Dus we hebben heel veel contact gehad en echte liedjes hebben geshaped totdat we dachten van oké, nou kunnen we echt de studio in om te gaan opnemen. En dat ging eigenlijk super soepel. Dan hadden we Skype meetings of kwamen niet te persoonlijk zeg maar. En daardoor was het eigenlijk in de studio ook heel makkelijk samenwerken, want we wisten allemaal wat we moesten doen en wat we aan elkaar hadden. En, ik denk dat dat heel erg heeft geholpen voor het eindresultaat. Arthur al heel bewegelijk. Hij stond in de box altijd balletoefeningetjes te doen. Ja, tenminste, daar lachten wij dan al. Want zei, hey, hij doet weer een balletoefening. En hij is altijd, als er iets up-tempo was, dan ging hij dus, dan pakte hij zijn moment en dan ging hij bijvoorbeeld op de lambada dansen. Het is toch iets wat niet iedereen zo ver al heeft kunnen bereiken, denk ik. Het is wel echt iets waar hij hard voor werkt. En hij verdient het ook wel. Dat het niet genoeg bereikt heeft. Is wel mooi. Hey, we zijn vandaag op podium 10. We gaan zo meteen spelen. Er komen veel mensen hier uit de buurt. Het is een bladel. Veel mensen die kennen, ze altijd extra spannend. Maar ik heb er wel super veel zin in. Dus gaan rocken. Nou, ze zijn wel mooi. Ja. Weet je wanneer hij het gekocht heeft? Toen hij 2 flessen rode wijn op had. In maat bracht. Oh nee, in? Weet je dat? Hostel. Dat is wel waar, maar ze waren heel goedkoop. Hey jongens, ook lekker van genieten, dan komt alles goed. En Rolf, pak een moment. Oh ja, dat staat in de intro. Dat is zo just waste too much. You try to swim against the waves, run round the world, you never stop.